ben ik. Goedenavond. Even kijken. Ja, die kan ik ook lezen. Nou, jullie zijn er weer lekker op tijd bij. Het is nog net geen 7:30, zie ik op mijn computertje. Maar dat geeft niet. Beter te vroeg als iets te laat. Wat is dit nou? Dit is een gebruikte. Die ben ik niet nodig. Deze vast even klaarleggen. Zo, nou. Wat gaan we doen? We gaan ik probeer een vouwkaart te maken. Met Lovely Memories van Alchemy of Art papier. Ik zal er even doorheen bladeren. Jullie hebben hem vast al wel ergens in een live gezien. Maar ik heb hem eigenlijk nog bijna nieuw. Ik denk, nou, laten we die maar eens gaan gebruiken. Het zijn echt wel mijn kleurtjes. Lekker zacht roze met wat groen. Rozen erbij. Nou, er zit, ik zal hem even omdraaien, een knipvel bij. Met een deur en een schommel en nou, roosjes, vogelkooitje, een soort kalendertje. Dus dat is de achterkant van het voorblad. Dan hebben we, ja, roze overlopend in wat grijzig. Ik zal even mijn lampjes deze kant op doen. Zo. Met een groene achterkant. Nou, ik zal hem even snel een beetje zo doorbladeren. Maar ik zeg, volgens mij hebben jullie hem al wel gezien tijdens een Facebook Live. Hoe heet het ook weer? Showtime. Muzieknootjes, ook altijd leuk. En dan van die kleine kaartjes zitten er nog bij in. En dan hebben we weer de voorkant. En dat is dan weer met het knipvel. En op mijn hoofd zit er dat 4 keer in. Maar dat weet ik niet zeker. Even kijken. Dat is 1. 2. 3. En de eerste. Dus alles zit er 4 keer in. Even iets wegklikken. Want er wordt een berichtje gestuurd. En dat gaat dan precies in de weg zitten. Zo. Nou, designpapier, dat hebben we nog lang niet nodig. Ik ga eerst de basis maken. En ik heb daarvoor weer het fasen cardstock. En dat is dan weer net iets van het witte af. Ik vind dat net wat rustiger, wou ik zeggen, bij het papier. Ik zat eerst te denken aan een kleurtje, maar ik ga toch voor de ivory. Er staat weer iemand te kletsen en dan komt dat weer net voor mijn beeld. Ik ga eerst een basis maken. En die is 15 centimeter hoog. En jullie hoeven de maten niet op te schrijven, tenzij je hem vanavond nog wil maken, want zo snel is het blog niet. Maar ik heb er straks ook een blogbericht van met alle maten en de tekeningen, hoe en wat. Ik snij dus een basis van 15 hoog. Dus van beneden naar boven is die 15. Van links naar rechts is die 19. Nou, die ga ik rillen. En je rillijn, sorry, is dan 15 centimeter. En die ga ik rillen op 4,5. Op 5. Op 14. En op 14,5. En dat is de basis die we even opzij gaan leggen, want die zijn we nog niet nodig. Nee, komt op het blog van Hobby Vision. Dat is Hobby Vision DT
www.blogspot.com. Daar komt het op de stapel. Nou, dan hebben we die gehad. Dan ga ik twee delen snijden van weer 15 centimeter hoog. Ik kan meteen deze ook wel even doen. Dus 15 centimeter. Ja, klopt, Rianne. Daar komt het op te staan. Dankjewel. 15 en ook deze is weer 19 centimeter. Dus weer twee delen van 15 bij 19. Nou, die gaan we rillen. En dan beginnen we op 1. Op 5,5. Op 10 en op 14,5. Dus op 1, op 5,5, op 10 en op 14,5. En dat ga ik ook met de tweede doen. Die ga ik ook rillen. Op de 1. Op de 5,5, op de 10 en op de 14,5. Dus je rillijn is 15 centimeter van boven naar beneden. Nou, dan hebben we twee van dezelfde patroontjes, laat ik maar zeggen, gemaakt. Wat ik nu ga doen is, ik pak even een potlood en een liniaal. En dan ga ik aan de kant van een 4,5 centimeter gerild deel, ga ik een hulplijntje zetten op 4,5 centimeter vanaf de onderkant gemeten. Dus 4,5, daar zet ik even een klein stipje. Dit is ook allemaal 4,5 en dit is die 1. Maar op dit stukje zet ik dus even een stipje op 4,5. Dan hebben we er nog eentje. Die draai ik even op zijn kop. Dus met want ik heb een structuurpapiertje, dus met de structuur naar beneden. En dan zet ik daar ook weer een hulplijntje, een hulpstipje, iets, als je maar iets kan zien. Op 4,5 centimeter vanaf de onderkant gemeten. Nou, dan pak ik weer de snijmachine erbij. En dan gaan we dit schuin wegsnijden. En dan gaan we snijden vanaf de eerste rillijn, dat is die 1 centimeter, naar dat 4,5 centimeter puntje wat we erop hebben gezet. Dus je legt de 1 centimeter rillijn op de snijlijn in de machine, als je het met de machine doet. En het puntje leg je ook in de machine. En anders leg je je liniaal daar neer. En dan hebben we een mooi schuin stuk met de 1 centimeter rillijn nog helemaal intact. Dat gaan we ook met deze doen. Daar staat ook ergens een stipje. Oh hier. Dat stipje leg ik weer in het gleufje. En de rillijn van de 1 centimeter heb ik ook daarop gelegd. En dan heb ik twee dezelfde figuren. Nu pak ik een schaar. Hier zo. En dan ga ik allereerst dat 1 centimeter gerilde stukje ga ik een beetje schuin afknippen aan de bovenkant. En dat doen we ook aan deze. Dus de bovenkant maken we even een soort tentje van. En dan hebben we twee dezelfde delen, waarvan ik het eerste deel
tot ongeveer de helft ga inknippen. Niet, ik knip eigenlijk de rillijn ertussenuit. En dan tot ongeveer de helft. Nou, ik doe dat zo een beetje op het oog, want het hoeft niet zo heel pietje precies. Als die rillijn hier maar ongeveer voor de helft weg is. Dat heb ik dus aan de onderkant gedaan. Bij het andere deel doe ik dat aan de bovenkant. En dat doen we dan op de tweede rillijn vanaf de 4,5 centimeter rildeling. Dus de tweede rillijn knippen we de rillijn weg. Kijk, dus bij de een aan de onderkant en bij de ander aan de bovenkant. Nou, vermoed ik dat hier nog iets meer uit moet als ik het zo zie. Dus ik knip daar even een extra stukje nog weg. Dan moet het volgens mij wel goed komen. Ja. Nou, die twee delen, die leg ik nu in elkaar. Dus die, dat uitgeknipte stukje en wat hier ook uitgeknipt is, dat schuiven we zo in elkaar. En dan hebben we dus dit model. En je kan het ook zo doen. Hij kan eigenlijk alle kanten op. Dan kan je deze openleggen. Laten we dat maar doen, dat is het makkelijkste. Dus deze komt hier onderdoor en die komt aan deze kant weer naar boven. Die vouwen we dan een keer naar links en een keer naar rechts. Of een keer naar rechts, sorry, ik ga verkeerd om. Zo. Deze, die is al gevouwen. Dan komen we bij de, even denken, de tweede rillijn vanaf de achterkant. Die gaan we naar binnen doen. En deze ook. En dan hebben we nog twee delen. Dat zijn de plakstroken. En die vouwen we ook even naar buiten toe. En dan hebben we dus zo'n figuur. En jullie zien het natuurlijk vanaf de bovenkant. Maar zo wordt hij dan ongeveer. Nou, dan hebben we de basis. Daar gaan we die rillijnen even vouwen. En dat is dus een halve centimeter zit daar een soort van rug aan, dus kantjes. Want anders past het er allemaal niet in. En ik heb de maten zo gemaakt dat het dus een kaart wordt wat 15 centimeter hoog is. En hij is 9 breed als ik het goed heb. 9 breed. Dus hij past in redelijk... ja, diverse soorten enveloppen. Als eerste ga ik die binnenkant even voorzien van een designpapiertje. Nou, ik pak gewoon de groene, vind ik wel leuk. Die is dan 9 centimeter breed. Dus ik neem een 8,5 designpapiertje bij 14,5, want hij was dus 15 centimeter hoog. En die plak ik hier aan de binnenkant. Ja, hoe bedenk je het elke keer? Nou, dit is een beetje van mezelf en een beetje van internet en een beetje van mezelf. Laat ik het zomaar, zomaar zeggen. Ik vind dat het wel leuk om er dan weer mijn eigen draai aan te geven. Dus... het is niet helemaal van mezelf, maar half, zeg maar. Even kijken, zal ik die andere ook groen? Ja, die doe ik ook gewoon groen. Dit stukje was 4,5. Dus ik ben nou nodig een stukje van een 4. Bij 14,5. Voor deze kant. En een stukje van 4. Bij 14,5 voor de andere kant.
zal ik toch de... Nee, ik ga gewoon voor het groen. Ja, een beetje van dit en een beetje van dat. En dan wordt het vanzelf wel wat. Hé, hey, dat rijmt ook nog. Zo. En deze kant. Krijgt ook een designpapiertje. Ik merk dat mijn flesje bijna leeg is. Want er komt vanzelf al lijm uit. En dat is meestal als die bijna leeg is het geval. Zo. Nou, dit is dan de basis. Dan heb ik mijn... Oh, hier zo. Deze. Het gevouwen deel. Dan neem ik die 1 centimeter flapjes. Dus die langste delen. Die leg ik even mooi glad neer. Netjes naast elkaar. Even met een vouwbeentje eroverheen. Dat is mooi. Mooi strak dicht zitten. Ga ik dan met lijm? Ja. Ga ik met lijm doen. Oh, kijk. Hij is echt bijna leeg. Want het komt er nou... staat er een beetje te veel druk op. Maar goed. Ga even aan de klieden, zie ik. Oh, hier ligt ook al wat. En hier ligt al wat. Ja. Gelukkig hebben we een oude doek bij de hand. Dan ga ik die, dat figuur in die kaart plakken. En dat proberen we dan zo recht mogelijk gelijk te doen met de onderkant en de zijkanten. Dan moet ik iets zakken. Zo. En dan zit hij erin. Meteen maar 50, ja. Dat kan ook. Heb je in elk geval een voorraadje. Ik zet hem gewoon even rechtop. En dan neem ik de andere lijm zo meteen. Of ik moet hem vullen, maar ja, dat kost ook weer tijd. Dan hebben we deze delen. Daar wil ik ook designpapiertje op. Dan gaan we eens even kijken welke ik daarvoor ga kiezen. Ik vind die bloemetjes ook wel erg leuk. Even zien. Muzieknootjes. We gaan voor de muzieknootjes. Nou, nou eens kijken. Hoe gaan we dat doen? Dit heb ik natuurlijk niet allemaal van tevoren bedacht. Wel ongeveer. Want ik moet natuurlijk die schuine... strookjes hebben, die schuine delen. Wat ik nu ga doen is een deel snijden van 15 centimeter hoog, want zo hoog was mijn papier, en die ga ik dan weer schuin afsnijden op 4,5. Even een stipje zetten op 4,5. Een 4,5, dat was hier zo. En dan moet ik hier weer die centimeter weghalen. Dus dat was de vouwlijn. Dus ik maak eigenlijk hetzelfde patroontje als voor het gevouwen deel. Dat leg ik weer met dat stipje in of op het gleufje van het mesje. En die 1 centimeter ook. Snijden we die door. En dan die 1 centimeter, die kan er eigenlijk af, want die ben ik niet nodig. Maar die was ik wel even nodig voor de maat. Dan heb ik hier dus 4 delen in zitten die daar weer op passen. Kijk. Dus dat is 1. En dan hebben we hier de tweede. Deze andersom is de derde. En die de vierde. Even kijken. Ja. Dan moet ik hem hier snijden
op 4,5. Maar dan is die te breed. Dus ik ga hem snijden op 4. En dan moet je hier oppassen. Alleen is die dan iets te lang. Kijk, dat klopt. Want er moet eigenlijk nog een halve centimeter af. Maar dat wil ik niet. Dan heb ik hem iets gesneden op 4. Dan moet er weer een halve centimeter af voor de volgende. Die snijden we dan ook weer op 4. Die past dan, even kijken, hierop. Op dat tweede deel. Kijk. Deze moet hierop. Dan snijden we er weer een halve centimeter af. En dan snijden we weer op 4. Die past dan aan deze kant. Even zien. Hebben we er nog meer nodig? Ja. We snijden weer een halve centimeter eraf. Zit er nog 4 centimeter op? Ja. En dan, oeps, hier blijven. Even kijken, dan binden we er nog voor die kant één nodig. Dus dan snijden we die ook weer op 4 centimeter. Die past dan hierin. Kijk, dit is dus wel iets om met dubbelzijdig papier te doen. Want zo krijg je mooi voor beide kanten al een design. Ik kan deze ook nog omdraaien en dan aan deze kant erop doen. Maar dat gaan we zo even bekijken. Dan ben ik nog een papiertje nodig. En dan neem ik hetzelfde papiertje. Dat vind ik zelf wel het rustigste. Dus we nemen weer een stuk van 15 centimeter hoog. Daarvan meten we aan één kant weer de 4,5 centimeter. Het papiertje is trouwens, of moet trouwens 19 centimeter breed zijn. 15 bij 19, dat ben je nodig als designpapier. Dan gaat 1 centimeter af. 15 bij 18 moeten we hebben voor designpapier. Kijk, ik ben een beetje aan het klooien. 15 bij 18 voor designpapier. Dan leg je hem met het stipje 4,5. Met de gleuf gelijk en de punt. Dan hebben we weer hetzelfde schuine dingetje als wat we als eerste met de witte hebben gebruikt. Het designpapier wat ik gebruik is Lovely Moments van Alchemy of Art. Staat bij de link, staat hij erbij. Nou, dan gaan we weer snijden. Eerst weer een klein stukje eraf. Omdat ik een klein wit randje wil. Dan weer op 4. Die past dan aan de voorkant. Dan moet weer een halve centimeter af. En dan snijden we weer op 4. En die halve centimeters die ik eraf snij, dat is dus voor het randje wat we straks op de kaart zien. Dus ik snij er weer een halve centimeter af. En dan gaan we weer naar 4 centimeter toe. Even kijken. Dan, oh, die heb ik al. Die hebben we al. Nou, dan ben ik alleen nog 2 delen nodig. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Ja. Deze 2, die komen natuurlijk ook nog aan bod. Ik had nog 2 stukken over. Als het goed, ja, deze en deze. En die passen dan weer op dat tweede stuk. Alleen moet daar even een stukje af. Oh ja, deze moet eerst nog een halve centimeter af.
Nou, het is even puzzelen met de stukjes die je hebt. Maar het past allemaal. Die moet daar afgesneden. En die moet daar afgesneden. Dat is 1. En dat is 2. Nou, even kijken of ik nou voor allemaal een designpapiertje heb. Maar goed, anders zien we dat zo meteen wel. Ik heb nu alles nog even los liggen. Maar de voorkant is ook nog open. Dat wil ik niet. Dus ik snij een stukje, hoe noem je dat? Kaartstok van 4,5 centimeter bij 4 centimeter. En die ril ik op 2. Dus 4,5 dat is de hoogte van het voorste van de voorste flapjes. En dan hebben we een stukje van 4,5 hoog bij 4 breed en die ril ik op 2 centimeter. En die plak ik aan de achterkant van die voorste strookjes, flapjes. Deze gaat beter. Nou, de eerste die plak ik aan de linkerkant eronder. En de andere die plakken we dan aan de rechterkant. Even neerleggen dat het mooi glad wordt. Dan vouw ik hem dicht. Gaat schot zijn scheef. Nou, ik moet zeggen, met een snijmachine heb ik het eigenlijk toch niet schot zijn scheef. Kijk, en dan heb ik dus die voorkant met elkaar verbonden door dat stukje erop te plakken. Nou, dan gaan we met de puzzelstukjes het hele handeltje versieren. Oh, deze steekt er iets onderuit. Ja, dat klopt. Moest die halve centimeter nog af. Even zien of dit de eerste aan die kant. Waar is die andere nu dan? Nou, ik begin vooraan met de kleine stukjes. Had ik niet nog een stukje dan? Waar zijn nou mijn kleine stukjes dan? Ik had toch ook 2 kleine stukjes voor de voorkant? Had ik die nog niet gesneden? 1, 2, 3, 4. Ja, eentje ligt er. Oh, hier. Hij is weggewaaid. Je hebt nu 4 dezelfde. Ja, oké. Dat is niet zo erg. Nou, deze stukjes, die zijn nog iets te lang. Dus daar halen we even weer iets af. Een goede halve centimeter. En dan gaan we daarmee de boel beplakken. Ja, ik had hem gevonden. Hij was inderdaad naar rechts gewaaid, denk ik. Deze, die is ook iets te lang. Dat klopt, want dat had ik in het begin, had ik daar eigenlijk nog een halve centimeter af moeten snijden. Deze aan die kant. Dan hebben we de volgende, dat zijn deze 2 zo te zien. Die passen dan op dat stukje. Nou, en welke als je waar plakt, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Als er maar een designpapiertje op zit. Voor de gezelligheid, zeg maar. Dan doen we deze aan die kant. Ga je morgen puzzelen? Nou, het is wel een leuke puzzel. Zo. Dan moet ik er zo nog weer 2 hebben. Deze.
Die komen dan. Nee, dat zijn ze niet. Deze twee moet ik hebben. Even zien of die niet te lang is. Nee, die past. Dus dan krijgt er één een voorkant van het designpapier. Dat schuiven we daar gewoon onderdoor. En dan hebben we er nog één. Die komt aan de rechterkant. En die hoeft eigenlijk hoeft deze niet, niet eens helemaal tot onderin. Maar het mag natuurlijk wel. Nou, dan kan je ook nog zeggen van ik beplak ook deze kant nog en deze kant. Dus dan ben je weer designpapiertjes nodig. Deze die passen dan al op de achterkant van de tweede, vakje. Dus dan vouwen we hem even zo dubbel. Dan past deze hierop. Dat alleen een stukje af. Die past dan daarop. Zo. Is misschien wel net zo netjes, hè, om dat even, even te beplakken. De glitterglue, ja, ik ben er dol op. Ja. Het is... ja, moet ik zeggen, lekker snel. Ik zie alleen dat ik hier ook lekker snel was en veel te veel eraf heb gesneden. Maar dat lossen we wel weer op. Met een klein stukje van wat er te veel af was. Zo. Ik moet zeggen, dit is toch wel op het moment mijn favoriete lijn. Maar deze ook. Dit is de Magic Glue, die dus heel veel in Polen wordt gebruikt. En daar hebben we de laatste van opgekocht. Dus alles wat er nog is, is er nog. Die is ook heel erg fijn voor chipboard en dat soort dingen. Dus ook een hele sterke en die hoeft geen speld. Maar die heeft dus zo een behoorlijk fijn puntje. En deze, die Art Glitter Glue, ja, daar zit dus dat, dat ijzeren dopje eventueel bij. Die inmiddels ook alweer uitverkocht zijn, maar die zullen wel weer binnenkomen. Dus ja, ik ben bang dat deze voorlopig niet terugkomen. Nee, de rode tubetjes, zeg maar. Dus, maar ik vind hem wel heel erg fijn. Dus ik vind het wel heel jammer, mochten ze op zijn, dat ze dan niet weer terugkomen. Ja, nou heb ik eigenlijk nog restjes liggen. Nee, dat past natuurlijk niet. Dat gaat ook van links naar rechts. Even kijken. Dan hebben we nog een muzieknootjes ding. Ja. Oh, dank je Anita voor de glue. Even kijken. Ik ben weer een stukje nodig van 19. Nee, bij 18. 18 bij 15. 14,5 kan ik meteen doen. Komt het dan uit met het schuin snijden? Ja. En dan weer een stukje meten van 4,5. Nee, dat wordt dan. Dat wordt dan 4, want ik heb die halve er al afgesneden. Dan moet je hem nou op 4. En dan naar de punt. En als het niet goed is, snijden we er nog een. Ja, zo is die goed. Dus voor designpapier ben je een stukje nodig van 18 centimeter bij 15. 4 centimeter teken je af. En dan ga je dus al die onderdelen snijden. Maar dan wel weer die halve centimeter ertussen weg. De eerste kun je wel gewoon snijden. Was het nou 4,5 of 4? Nou kom ik aan het twijfelen.
De basis is 4,5, ja. Dus de eerste is 4. Dan snijden we er een halve weer tussenweg. Kan ik dat zo om? Ja. Dan gaan we weer naar de 4. Dat is dan nummertje 1. Snijden we weer een halve centimeter weg. En dan gaan we weer naar de 4. En dan snijden we weer een halve centimeter weg. Is weer 4. Oh, ik was ook even aan het lezen. Ja, ik weet het ook niet of het in Polen nog weer gemaakt wordt. Ik durf het niet te zeggen. Maar wat mij verteld is, is dat het dus op is op is. Maar ja, misschien zeggen ze in Polen wel weer van, we gaan het toch nog weer maken. Dus ja, dat durf ik dan niet te zeggen. Dat kan ik ook allemaal niet zien en niet weten. Wat ik heb gehoord, heb ik hier nu verteld, dat ik niet anders weet als op is op. Van deze rode tubetjes in elk geval. Maar goed, er zijn nog 100.000 andere soorten lijm die ook wel fijn zijn. Want ik ben ook wel fan van een Studio Light of van een Dutch Doobadoo. Eigenlijk kan ik overal wel mee plakken. Maar toch, als ik wat sterkers wil, dan pak ik toch wel deze of de Art Glitter Glue. Nou, deze kant moet natuurlijk ook nog even een pampiertje. En als het goed is, staat alles er 4 keer in. Dus dan moet ik ook die... Ja, kijk. Ook die heeft de muzieknootjes nog. 18 centimeter breed. 14,5 centimeter hoog. Dan meten op 4, waar ben je? 4, een hulpstipje. En van die 4 snijden we schuin naar de punt. Nou, dan gaan we weer, hoe heet dat, die halve centimeter er eerst afsnijden. En dan komen we op de 4 centimeter breed. Die plakken we dan daar zo. Snijden we weer een half centimetertje weg. Omdat we dus designpapiertjes willen met een randje. Wil je nou geen randje, dan hoef je natuurlijk niet die halve centimeter ertussen weg te snijden. Dan kan je gewoon doorgaan. Kijk. Dan doen we deze nog aan deze kant van het papiertje. Van de vouwkaarten afdeling. En aan deze kant nog één. En dan kunnen we hem zo dichtvouwen. Nou, alles is voorzien van designpapier. Hè? Die zet ik even aan de kant. Want ik ga weer een strook snijden. Van 5 centimeter. Of 6 of 7 of wat je ook maar wil. Maar ik heb hem van 5 centimeter. Bij 21, even kijken, 21 ongeveer. Ja, het is even een boel snijwerk. Maar, ach, dat is ook zo weer klaar. 5 centimeter hoog, 21 centimeter breed. En daarbij pak ik een randpons. Nou, die heb ik niet gelinkt. Maar die kun je wel vinden bij de afdeling pons. Of bij merken fasen. Ik begin dan in het midden van de strook.
Dan pons ik een keer. Dan leg ik die twee uitgeponste delen op die glittertekening van het figuurtje. Dus dan leg je dat daar precies mooi op. En dan pons je nog een keer. En dan schuiven we hem weer door. Kijk, want dan ponst hij ze mooi aan elkaar. Dus op de tekening. Even kijken, zo. En weer ponsen. Dat laatste stukje laat ik even zitten. En dan ga ik nu de andere kant op. En dan gaan we daar ook weer een mooi randje aan maken. En die mag eigenlijk wel tot het einde. Dat doen we aan de andere kant ook. Dus ongeveer plus minus in het midden. Dat deze weer recht tegenover die komt ongeveer. Plus minus heel precies. Dat was een goeie, hè? Plus minus heel precies. En dan de laatste. Ja, ponzen kunnen weer uit de kast. Zijn hartstikke leuk om te gebruiken. Dus niks wegdoen. Alles komt weer terug. Nou, hier nog eentje. Dus mooi op die tekening leggen, hè? En dan heb ik een band en alle rommeltjes die zitten hier in dat klepje. Heb je nou een pons met leuke hartjes of dat soort dingen, dan kan je dat nog weer als schutmateriaal gebruiken. Dat kan ook, want er zijn ook leuke ponsen met hartjes. Zo ongeveer plus minus precies, hè? de band. En de kaart. Oh ja, die moet natuurlijk ook nog. Dat gaan we eerst even doen. Wat een domme muts ben ik ook. Er zit natuurlijk ook nog een buitenkant aan de kaart. Goh, zit er een buitenkant aan? Ja joh. Heel slim. En ik ga voor de bloemetjes. Of ik ga voor die mooie rand. Oeh, die is ook wel mooi. Of een lichtere. Nou, ik ga toch voor deze. hij is 15 centimeter hoog. Dus ik snij hem op 14,5. Het flapje is 4,5 breed. Dus ik snij hem op 4. 4,1 is ook leuk. Zo, dat is de voorkant. Ik plak ook wat op de achterkant en die is 9, dus dat wordt dan 8,5. Ik vind het wel leuk als de achterkant ook beplakt is. Ja, dat is nieuw, een buitenkant. Daar had ik toch helemaal niet over nagedacht dat er dat ook nog op staat. Kijk, daar moet natuurlijk ook even een mooi papiertje op. Maakt het wel zo mooi af, hè? Zowel links als rechts, want dat zit er ook nog weer aan, links en rechts. Het is toch ongelooflijk zoveel als er aan die kaart zit, hè? En ook nog een achterkant. Het gootje uitgebaggerd van de snijmachine. Nou, daar komen denk ik van allerlei vondsten qua kleurtjes papier uit. Tenminste, wat ik hier een keer met een speld door dat gootje ga, dan is het onvoorstelbaar wat er allemaal uitkomt. Nou, goed, de basis. Hij is nou helemaal bekleed, voor en achter. De zijkanten doe ik niet, want dat is maar een halve centimeter. Dan denk ik, ja, dan wordt het wel heel erg in de mini. Dan heb ik die stukjes geldboom. Oh, je hebt hem stuk gesneden. Och, wat zonde. Nou, misschien kan je het nog als stekjes proberen. om die weer aan de praat te krijgen. De band. Die leg ik met een
dichte kant om de voorkant. En dan vouw ik hem eigenlijk een beetje omheen. Ik ga hem niet echt rillen. Want dan heb je zoveel meetwerk met millimeters en dat soort dingen. Dus ik vouw hem er gewoon losjes omheen. Nou, dan weet ik dat hij ongeveer zo moet komen. Dan kan hij nog bewegen. En dan heb ik dat strookje, dat aan het eind heb ik laten zitten. Die knip ik dan even schuin af. Daar doen we een stukje dubbelzijdig tape op. Of lijm kan ook als je dat liever gebruikt. Zo. Oh, dat is fijn dat die boom passen daar nog. Stukjes boom daar nog passen, hè? Ik krijg al spraakgebrek. Even kijken, wat was nou mijn bovenkant? Zo om. Dan leg ik die band dus om de kaart. De dichte kant aan de voorkant. En dan haal ik dat beschermlaagje eraf. En dan plak ik die dicht. Nou, dat is dan de achterkant. Dit is de voorkant. Nou vind ik het wel leuk om daar... Waar heb ik die gelaten? Hier zo. Dan ga ik even wat stansen. Hier nog van die cirkelstansen. Van Crealise. Even kijken welke maat ik neem. Ik denk deze. Ja. Nee, deze. Maatje kleiner. Dus ik ga nu een cirkel stansen van 7,5 centimeter. 7,5 moet ik dan zeggen. Ik doe dat ook weer uit dat witte, dat ivoorkleurige kaartstok. Dus die moet even door de machine. Het is nu een A5, dus we hoeven niet meer te wachten op de A4. Die duurde veel langer natuurlijk. Ik vind toch voor de live de A5 wel iets handiger. Dat gaat iets sneller. Maar ik zit volgens mij nu nog wel ruim op schema, toch? Even kijken. 2016, ja. Dat redden we wel. Nou, de cirkel. Ik doe even mijn stans weer in het hoesje, want anders dan weet ik het wel weer. Dan komt hij weer ergens tussen en dan ben ik hem weer kwijt. Zo. Deze hebben we dan. En dan wil ik nog natuurlijk... Leg ik ze weg, maar dan moet ik nog een maatje kleiner. Designpapier. Even kijken. En die heb ik natuurlijk achter in de kast. Of is het deze? Oh, deze is het. En hebben we nog een restje papier. Nou ja, zeg, dat kan ook nog. Het past ook nog. Dan gaan we die nog even er doorheen doen. Ja, dan lopen we maar een beetje uit. Zo is het ook. En dan kom ik ook het hele jaar niet weer terug, hè? dat denk ik niet, Ali. Nee, want deze zijn weer anders van formaat. De platen horen echt wel bij de machine. Ook merken. Ga ze niet wisselen. Hou merk bij merk. Want anders dan ben je ook de garantie kwijt natuurlijk. Maar alle platen zijn per machine gemaakt. Dus je kan eigenlijk niet zomaar alles gebruiken. Bij de Gemini, dat zijn volgens mij wel dezelfde platen. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Oh, bij de Gemini wel, dan over dwars. Oké, dus dan moet je dwarsligger, kan je dus de Gemini gebruiken.
Nou, ik doe dat cirkeltje, heb ik dus gemaakt. Dan doe ik een stukje foamtape, of twee eigenlijk. Even mijn oude schade bij. Stukje foamtape op de voorkant. Twee stukjes. En dan alleen op de band. Dus niet op de kaart. Zorg daarvoor dat dat niet gebeurt. En dan doen we die cirkel op de band. Zo. Komt dan van alles naar beneden hier, zie ik. Dat is die. Nou, dan heb ik hier een zakje cheesecloth. Ja, je moet de rest van het jaar zonder mijn luis doen. Ik ga het hele jaar niet wegkomen. Althans, ja, je weet maar nooit, maar het is niet in de planning in elk geval. Nog een paar handen nodig, ja. Een stukje van dat cheesecloth. Ik vind dat zo'n rot woord. Oftewel kaasdoek. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En ik heb pas zo'n pak meegenomen. En ik kan het nergens weer vinden. Dus het ligt hier ergens in de laadjes. En of het er ook achter is gezakt, kan natuurlijk ook. Het ligt hier vast wel ergens. Dus als we een keer weer gaan puinruimen, kom ik het zeker wel weer tegen. Maar goed, ik heb maar even een nieuwe meegenomen. Want ik denk, dat kan natuurlijk niet zonder. Hè? Even spieken waar mijn andere mapje is. Hier zo en zo. Dan, die horen ze misschien al wel, komen de bakken. De bakken erbij. En blaadjes erbij. En dan wil ik graag heel zacht roze. Hebben we dat? Oh, die is misschien... Nee, die is te geel. Dat vind ik niet mooi. Even kijken. Deze. Alhoewel, het is misschien ook wel grappig om hem een beetje feller te doen. In plaats van precies de goede kleur roze, denk ik. Even kijken, deze heb ik ook nog. Twijfelgevalletje hoor. Twijfelgevalletje. Even kijken in de andere. Oh, ik ben er al mee aan het strooien. Oh. Ik vind dat toch wel leuk. Ja, ik hou van die grabbeltonnen. Heerlijk vind ik dat. De kaasdoek. Ja, dat kan je bij Hobby Vision kopen. Ik weet eigenlijk niet zeker. Ja, hij staat wel bij de link. Als het goed is. Ik heb het volgens mij wel doorgegeven. Het kaasdoekje. Nou, de steeltjes van de bloemen, die krul ik heel vaak even om. Zodat je weer een leuk versierseltje krijgt. En dan hoop ik dat mijn lijmpistool al heet. Hey, kijk eens, er zit nog lijm in. Hoe is het mogelijk, hè? Meestal als ik een live ga doen, is mijn lijmpistool leeg. Oh, dank je, Trusien. Kijk, samen helpen we elkaar. Nou, dan doen we de tweede ook een beetje zo op de rand. En dan heb ik altijd, zoals jullie vast wel weten, een bak met hoe heet dat? Bladeren. Vind ik ook altijd leuk. Even deze aan de kant. Zo. Oh, was jij blijven liggen? Nou, dat is niet de bedoeling. Zo. Dan gaan we hier even een beetje uit zien te friemelen. Dit zijn de chipboarddelen van Minté. Vind ik trouwens ook wel heel erg leuk. Dan wil ik er alleen een stukje af. En die proppen we daar dan weer lekker tussen. En deze die gebruiken we gewoon nog. Maar dan als met z'n twee takjes.
Ik heb van al mijn takkenverzameling heb ik dus gewoon een mapje met allerlei gestanste blaadjes. Want ik mag altijd heel graag ook vooral blaadjes bij gebruiken. En als ik die dan elke keer weer moet stansen, dan heb ik dan nooit zo'n zin aan. Dus ik heb hier gewoon een zakje met diverse blaadjes al voorgestanst liggen. Allerlei merken zitten erin. Van Crealise, Marianne Design, Janine's Mindful Art, nou, allerlei merken, blaadjes. Ik vind dat zo handig, want dan kan ik zo diverse blaadjes pakken. Even kijken, aan de andere kant nog iets. Daar nog even onder. En dan wil ik hier nog een tekst. Maar die heb ik even niet gepakt. Maar daar kan ik snel bij komen. In mijn mandje, mijn tekstmandje. Even kijken, want we zijn natuurlijk niet meer in herfst en winter. Maar we hebben verjaardag, vind ik wel passen. Een special day kom ik hier tegen. Nou, helemaal prima. Hele special day. Die komt dan hier zo achter. Op, achter, onder, hoe je het ook wil noemen. Dan moet daar nog een frutseltje, vind ik dan weer. Zo. Nou, dan, dit ruimen we straks wel weer op. Dan heb ik dus de band, die heb ik dus versierd. En dan hebben we deze. Nou, die kan je nog beplakken met allerlei figuurtjes, plaatjes, bloemetjes, weet ik veel wat allemaal. Wel plat natuurlijk, want anders past de band er niet meer om, hè. Of je moet de band wat wijder maken, dat kan natuurlijk ook nog. Nou, volgens mij ik zie daar nog toch dat ik denk van wel niet. Wel niet, wel niet. Toch wel. Kan nog net met dit lijmpistooltje. Daar mis ik nog iets. Zo. En dan pakken we er nog even een penseeltje bij. Kijken of ik nog even een beetje ga kliederen over de blaadjes. Oh, een lijmdraadje. Klein beetje van het witte crackle paint vind ik altijd wel leuk. Beetje langs de randjes. Geeft net ietsjes meer. Beetje sfeer. Vind ik. Maar goed. Dat was hem. Nou, het is bijna 8:30. Dus ik heb het goed gepland. Oh, oh, oh. Dit was het voor vanavond. De laatste van mij van dit jaar. Tenzij er een noodgeval komt. Maar daar gaan we hopelijk maar niet van uit. Ik ga zo even puin ruimen. Een foto maken. En dan komt de beschrijving natuurlijk weer op ons blog te staan. Ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling. Pas op met vuurwerk. He, dat is altijd even een, ja, toch wel een eng dingetje, vind ik. Maar goed, maak er een gezellig boel van. Probeer er tenminste
een goede jaarwisseling van te maken. En ik hoop jullie volgend jaar hier weer bij de live te zien. En ik hoop dat ik dan weer diverse patroontjes met jullie kan delen. Beste allemaal, goede jaarwisseling. Voorzichtig met alles. Tot de volgende keer. Doei doei.